Welkom bij deze video waarin ik je het D-majeur akkoord op de piano wil leren spelen. Mijn naam is Tania van Leer Piano Spelen Online en graag help ik jou bij het goed leren piano spelen op een leuke en eenvoudige manier. En in deze video dus het D-majeur akkoord. Nou, ik heb je al eens verteld, als het gaat om een D-akkoord, dan beginnen we op de D. Dat is vast. Die weten we alvast. Dat is de D, dat is de begintoon. Maar om een akkoord te maken, gaan we dus één toets overslaan. We slaan de E over en dan komen we bij de F. Deze twee toetsen hebben we nodig. Maar ik ga er niet verder over uitweiden. In dit geval gaan we geen F spelen, maar een Vies. Want we gingen naar een D-majeur akkoord. En waarom weid ik er niet verder over uit? Omdat ik in een andere video geef ik je het verschil tussen een D-majeur en een D-minor akkoord. En daar is deze video niet voor bedoeld. Dit gaat over het D-majeur akkoord en dan hebben we de D en de Vies. En nu gaan we de G overslaan en komen we bij de A. En zo hebben we dus de drie tonen D, Vies en A. En die speel ik met mijn duim, de derde vinger en de pink. Maar omdat we drie tonen hebben, kunnen we ze ook op een andere manier spelen. Die D, die kan ook hierboven gespeeld worden. En dan doe ik hem dus zo. Dan speel ik de Vies, de A en de D. En ook dit is een D-akkoord, D-majeur akkoord, want D-majeur had de drie tonen D, Vies en A. En als ik het zo speel, heb ik ook D, Vies en A, dus de driezelfde tonen alleen in een andere volgorde. En deze, die speel ik met mijn duim en de tweede vinger en de pink. Dit noemden we het D-akkoord in de grondligging. En dit is het D-akkoord in de eerste omkering. Maar we kunnen dat nog een keer omkeren, want dan gaan we de Vies ook naar boven doen. En dan krijgen we dus dit. En dan spelen we de A, de D en de Vies. En het D-akkoord had D, Vies en A. En als ik hem zo speel, heb ik ook D, Vies en A. Precies dezelfde drie tonen, alleen in een andere volgorde. En dit is het D-majeur akkoord in de tweede omkering. En die speel ik met mijn duim, de derde vinger en de pink. Dus de duim, derde vinger en de pink voor de grondligging. D-majeur in de grondligging. Vies A en D met de duim, tweede vinger en de pink in de eerste omkering. D, Vies met mijn duim, derde vinger en de pink in de tweede omkering. Nou, datzelfde kunnen we natuurlijk ook met de linkerhand doen. Beginnen we ook met de D op de pink op de D. En nu gaan we eentje overslaan. De E slaan we over, komen we de F. En net als dus straks gaan we van de F een Vies maken. We slaan de G over en we komen bij de A. En dit is dus een D-majeur akkoord in de grondligging. En zoals je ziet speel ik het met de pink, de derde vinger en de duim. Maar ook nu kunnen we weer de D naar boven doen. En dat ga ik je nieuw laten zien. En dan spelen we nog steeds D, Vies en A. Alleen in een andere volgorde. Dus het blijft een D-majeur akkoord. Alleen nu is het in de eerste omkering. En dat spelen we met de vijfde vinger, een derde vinger en een duim. Dan hebben we nog de tweede omkering. En dan gaat ook de Vies naar boven. Dan hebben we de D, of de A, de D en de Vies. En dan hebben we nog steeds de drie tonen D, Vies en A. En dit is dus de tweede omkering. En die spelen we met een vijfde vinger, een tweede vinger en een duim. En dit is het D-majeur akkoord. Ik hoop dat je er weer wat van geleerd hebt. Ga er lekker mee oefenen. En ik zie je graag bij een andere video.